Antwerp grijpt Ronse onmiddellijk naar de keel. Na 1 minuut is de eerste kans voor Campbell. Hij laat ze liggen. Rood-wit domineert het wedstrijdbegin. Gibson voor het eerst in de basis met een goede actie. Het schot van Olguin wordt afgeblokt. Ronse geraakt op het kwartier een eerste keer uit de wurggreep. Lefranc illustreert de uitdrukking moederziel alleen staan. Antwerp komt goed weg. Aan de overzijde blijft Antwerp kansen creëren, maar Campbell scoort niet langer met de ogen dicht. Op het halfuur plukt Ristovic een bal en ziet een man-man situatie aan de overkant. Campbell krijgt de bal van Olguin. De rest is kinderspel voor Super Campbell. Antwerp verdient op 1-0 via het overzicht van Ristovic en de snelle beentjes van Fraser Campbell. Na de 1-0 lijkt het alsof Antwerp de buit binnenacht. Traag spel, nauwelijks diepgang en geen kansen. Creo que bueno, en el primer tiempo jugamos bien y después del primer gol es como que nos relajamos. Y justo ellos hicieron el gol en una jugada que normalmente tendríamos que haberla podido solucionar. Het achteroverleunen resulteert in de gelijkmaker van op alweer een stilstaande fase. Rezo mag Ristovic fusilleren. We've won the first header, we've won the second header, and the ball drops down and people are not willing to look for just knockdowns, you know, to put your foot through the ball and even put in the back of the stand. It was one of them that's all you've got to do in them situations, clear your lines. You know, and I thought we were poor reacting to, you know, to that situation. De rust brengt geen beterschap op de bos aan. Elke stilstaande fase is gevaarlijk. Het is slechts uitstel van executie. Cissé recupereert de bal. Maar levert Dom terug in. De voorzet van Krasniqi is goed en Silla staat moederziel alleen. 1-2 voor Ronse. Antwerp kruipt terug uit zijn schulp. Campbell in het straatje. Maar hij mist de scherpte van het begin van het seizoen. Aan de overkant rammelt het Silla voorbij Vrians. De voorzet verdwijnt via Verbiest in eigen doel. Antwerp 1-3 achter door nonchalant spel en individuele fouten. We hebben gezien dat de laatste ploeg en de mindere ploeg hier altijd iets pakken, 1 punt of 3. En dat is zeker een probleem van mentaliteit. Antwerp wil nog orde op zaken stellen, maar man met een van zijn zeldzame geslaagde acties. De intikker is voor Dong. Antwerp heeft nog een kwartier om een punt uit de brand te slepen. En dat punt komt er nog. Verjans kopt 2 minuten vooraf fluiten op de lat. Die Gregorio is goed gevolgd en schenkt de Bosuil alsnog een punt. Maar een gelijkspel tegen de Rode Lantaarn is niet iets om gelukkig van te worden.